mensen in Rotterdam zijn boos, man. Bro, ik film mijn stuur. Ik film zijn auto niet eens. Hey, zo snap je eindelijk mijn leven een keer? Zeg dan. Wanneer ben ik jarig? Goedemorgen, jongens en meiden. En welkom weer terug bij mijn nieuwe vlog. Ik ga de gordijnen hier lekker open doen. Want kijk, het is weer een nieuwe dag. En hallo, een hele goede... Goeie smorgens, jongens en meiden. Ik heb net even een lekker ontbijtje besteld. En Jara die is hier een ontbijtje voor zichzelf aan het maken. Kijk eens wat ze aan het maken is. Oh, doe je een speculaaskoekje? Ja, lekker. In je, wat is het? Overnight oats. Overnight oats, lekker. En jij hebt hem? Hé, hey. Is het voor jou? Nou, ga nou niet zo doen, want die heb je zelf gekocht. Nee. Die heb ik helemaal niet zo gekocht, die is van Alex. Hey, kijk eens aan, de bel gaat. Hoppa, we gaan even open doen. Wat een timing. Goedemiddag. Hey. Dankjewel. Het voelt altijd zo kut als je geen voorkeur geeft. Ik moet echt iets met cash geld hebben. Ik moet cash geld in huis hebben. Dat is gewoon... Ze zijn er zo vriendelijk. Ja, hè? Ja, ik zou dat ook zijn. Maar zeg maar, ik zou ook blij zijn. Nou ja, gewoon de hoop dat je fooi krijgt, toch? Oh, zo. Ja. Tenminste, ik vraag me dat af. Hoopt een bezorger dan nu ook van of die fooi krijgt of niet? Dat is echt wat ik me afvraag. Voor de mensen die... Kijk, vast mensen die bezorger zijn. Hopen jullie altijd dat je fooi krijgt? Of ga je dan standaard vanuit dat je het niet krijgt? Ik heb gisteren, jongens en meiden, mijn keuken laten zien aan jullie. En ik heb dus alleen eigenlijk van de andere kant laten zien. Maar kijk, op dit plaatje zie je hem dus ook nog wat beter. Er komt dus aan de voorkant hier gewoon van het hele mooie steen. En drie van die barkrukken inderdaad. Nou, die wijnkast daar is eigenlijk wat je daar dus ook ziet. Maar ik ben echt zo benieuwd hoe dit gaat staan. Hier heb je trouwens drie dingen naast elkaar. Combi oven, nog combi oven en een stoom oven volgens mij. Ik ga er voor twee thuis. Maar ik ben echt ontzettend benieuwd. Alleen ik kan het van deze kant nog niet aan jullie laten zien. Als je alles even wilt zien, moet je eigenlijk even de vlog van gisteren terugkijken. Als je dat nog niet gedaan had. En wij zijn even lekker naar buiten gegaan. Kijk eens, we gaan eventjes weg van de torens. Wat lag je nou trouwens? Ja, kijk. Oh, dit weet je wel toch? Het is gewoon make-up. Iemand heeft hier de make-up doosje laten liggen. Je was hier de make-up aan doen en die liep door en die heeft hem laten liggen. Nou, dat is ook niet handig. Maar ook, het is hartstikke lekker zonnig vandaag. Dus... wij gaan even lekker even een stukje lopen. Want we hadden het er net eens over dat we nog geen één keer echt een stuk gelopen hebben. Tenminste samen, sinds we hier wonen. Ik ben echt denk ik al 10 keer de stad in gelopen, rondjes gedaan. Laatst ging ik ontbijt voor jou halen. Jij zegt, waar heb je dat gehad? Ik zeg, ja, aan de glashaven. Jij zo. Waar is de glashaven? Fuck, jij kent Rotterdam beter dan ik. Ja, die komt ineens allemaal namen van wijken en buurten in Rotterdam. Dat ik denk van, hè? Lopen en toen kwam ik ook weer nieuwe delen dat ik dacht, nou wat leuk. Je begint gewoon Rotterdam fan te worden. Nou, echt inderdaad. Een Rotterdam fan. Wat leuk, jongens. Ik zei het ook in mijn eigen video. Ik zei van, ik durf het bijna niet te zeggen, maar ik begin het gewoon leuk te vinden. Lekker een beetje rondkijken, torens kijken. Ik zit weer naar alle torens te kijken hier. Cool Tower, jongens. Oh, leuk, hè? Het is echt lekker zo met de zon. Ik loop hier dus echt bijna elke dag en elke keer zie ik weer nieuwe dingen. Ja. Dat is wel echt leuk aan een stad. Dat je altijd, ik loop daar altijd langs al die winkels en dan een dag later denk ik, huh, ik zat er gisteren niet, hoor. Ja, maar ineens in één dag zit die winkel daar. Nee, maar snap je dat je overal kan kijken, dat je gewoon altijd nieuwe dingen blijft. Kijk, een museum. Nou, wat leuk, hè? Leuk, hè? We hebben het er een beetje over wat nou de mooiste toren is. Dit is mijn favoriet. Je kijkt een beetje tegen de zon in. Ja, bij mij ook wel, hoor. Ja, de Cool Tower, hè? Ja. Maar jongens, ik heb dus daar... Nee, ja, dat ga ik nog niet vertellen. Ja. Ja. Nu kan je net zo goed... Wat denk je? Nee, ik heb daar boodschappen gedaan. Zeg, ja, nu weten ze toch wat je gaat zeggen. Ondanks dat ik dus wel gewoon bezig ben met heel mijn huis aan het veranderen, blijf ik wel gewoon huizen bezichtigen. Om te kijken wat mijn gevoel erbij is. Ik zet het dus niet 100% aan de kant. Omdat ik het ook gewoon interessant en leuk vind om alsnog te kijken. En binnenkort ga ik dus daar, in die bruine toren, ga ik bezichtigen. Maar ondanks dat gaan dus wel alle verbouwingen gewoon dus natuurlijk door in mijn huis. Zoals de nieuwe keuken, de vloer. Wat nou? Hè? Wat nou als je wel verliefd wordt op een appartement? Nee, dat... Nee. Ja, maar wat dan? Ja, weet ik niet. Nee, dan heb ik het wel mooi verbouwd. Ja. Met allemaal nieuwe spullen. Ja. En... Heb je heel veel dan kan ik het hopelijk voor nog meer verkopen. Ja, dat hoop ik dan ook voor je. En we staan nu aan de voet van deze toren. Ik zeg het trouwens wel eerlijk, alle bezichtigingen die film ik dus niet meer. Gewoon omdat ik het eigenlijk privé even wil houden. Dat klinkt misschien heel stom. Geen zin om eigenlijk alles daarover te delen op dit moment.
Nee, om het weer uit te moeten leggen wat je mooi vindt, wat je niet mooi vindt. Gewoon, ik wil het gewoon eventjes voor mezelf. Het is jouw keuze. En anders ga je weer op comments letten van nee, dit en dit. Precies. Ik denk dat als jij binnenstapt, dat jij gelijk zou moeten voelen, dit wordt hem of niet. Dit is trouwens ook wel echt een leuke buurt, moet ik zeggen. Trouwens ook echt een van de redenen waarom ik het niet film, is omdat ik heb het zoveel over huizen gehad de laatste tijd in de vlogs. Ik gooi iedereen ermee dood. En ik snap dat het misschien een soort van irritant kan gaan worden. Dus vandaar hou ik het gewoon lekker even allemaal voor mezelf. En als ik zeg maar meer duidelijkheid heb, dan kom ik met dingen. Zoals nu bijvoorbeeld de keuken en de vloer, dat gewoon lekker allemaal 100% doorgaat. Dan vertel ik het allemaal pas in de vlog. In plaats van dat ik blijf speculeren en dingen zeggen wat uiteindelijk toch niet gebeurt. Nee. Want daar zit niemand op te wachten. Nee. Maar ja, mooi. Dat weet je niet. Misschien ook wel. Ja, en genoeg mensen ook wel. Je eigen gevoel. Ja, maar mooi dit. Wij zijn helemaal naar de stad dus gelopen. Echt 25 minuten lopen. Om hier dus naar een lekker kraampje te gaan. Staat hij er precies niet. Nee, maar ik kan hier dus niet omhuilen. Wat wilde je halen? Summerrolls. Summerrolls. En die had ik hier dus laatst gehaald en die waren echt heel lekker. En ik zeg nu al een week tegen Gio. We moeten er heen lopen. Om die summerrolls te halen. En dan kijk ik op hun Instagram. 7 dagen in de week geopend. Maar. Pebo's. Klachten niet. Leuk. Was wel een lekker wandelingetje. Nee, we gaan wel eventjes. Misschien staan ze iets verder. Ondanks dat we dus geen summerrolls kunnen hebben halen, lopen we dus wel lekker in het zonnetje. En daar doen we het voor. Ben jij het zonnetje? Dat weet ik het echt niet voor. Wilde je alleen voor die summerrolls? Nou, dat was wel zeg maar. Je weet hoe lang ik hierover zei. Voor de mensen die ook niet weten hoe een summerrol eruit ziet, wist ik namelijk ook niet. Dat ziet ja, er zo een uit. Summerrol of, ja, het heeft allemaal. Is het gewoon een springrol of is dat weer anders? Nee, ja, springrol is meer zo'n. Dat je hem nog frituurt. Ah, oké. Okay. We staan er aan de voet van de toren die wij allebei het mooist vinden. Waarom vind je dit het mooist? Die kroon een beetje in het midden, hè? Ja, gewoon, gewoon die witte balkonnetjes zo. Ja. Hij is gewoon heel clean. Klopt. Straks ziet hij eruit. We zijn terug in het appartement. En ik heb een kronkel in mijn hoofd. En als ik een kronkel in mijn hoofd heb, dan moet die kronkel eruit. En de kronkel houdt in dat ik mijn Ferrari eindelijk ga ophalen, jongens en meiden. En hem een keer hier naar de stad ga brengen. Ik ben echt bang. Hoezo ben jij bang? Omdat dit echt een klote garage is. Wil je niet zo schelden in mijn vlogs, ja, Anna? Oh. Hier maar een piepje. Een piepje? Oké, nu mag je nog een keer schelden. Het moet wel een harde piep zijn. Ja, klopt. Maar zoals ik het al bijna aan elke vlog over gehad heb sinds ik hier woon, moet het gewoon een keer gebeuren. Het moet uit mijn hoofd. Ik wil het gewoon een keer doen. En ik vind dat het vandaag de dag is om hem op te gaan halen. Dus ik ga straks lekker de auto in. Ga ik even Jelle ophalen. Die redt even mee. En dan kunnen we hem op gaan halen. Dus wij gaan er gelijk werk van maken. Ik ben de auto ingestapt. Zo, al die lekkere piepjes. Ja, ik weet dus echt niet, man, of dit gaat passen hier, hè? Ja, ik neem aan van wel. Het moet wel lukken, lijkt mij. Oh, heerlijk zit ik lekker alleen in de auto. Zo. Gast. Oh. Ja, ik zit ook met mijn minst goede vriend in de heb auto. Heb ik jou weer? We heb moeten ik echt aardig tegen mij doen. Ach. Weet je wat je gisteren hebt? Hey, die guy in voor zat te toeteren, maar. Nee, wacht even. Hij deed zo naar mij. Alsof ik hem aan het filmen was. Express. Echt? Wat wilt hij nou? Hij vechtte. Nee, maar wat zat hij nou met zijn. Wat zat hij nou te gebaren aan me? Bro, mensen in Rotterdam zijn boos, man. Bro, ik film mijn stuur. Ik film zijn auto niet eens. Mensen zijn altijd boos. Ja, ik voor je het weet liggen we hier. Liggen we wat? Ja, niet te matten, maar wordt hij boos, zeg maar. Hij kijkt wel naar. Ja, hij zit echt ziek echt te kijken. Ja, hij is niet blij. Gast, beter gaan we het niet uitlokken. Ik had toch een vraag aan hem. Nou, ik heb geen idee wat er allemaal gebeurde, jongens. Maar iemand zat ons. Je bent helemaal gepikeerd. Ja, ik hou daar gewoon niet van. Zoek me echt naar de Julian toe, man. Er werd zeg maar echt zo toet en toen gewoon zo. Ja. Voor wat? Bro, ja. Voor wat? Ja. Voor wat dan? Ja, zeg het tegen haar. Ja, het was dus blijkbaar een vrouw zelf. Ja, die durft wel. Je mag ook gewoon filmen op de openbare weg. Dus wat, zolang je het kenteken maar niet in beeld brengt. Die ga je nu blurren. Hè? Ga je blurren? Nee. Volgens mij kan die niet eens in beeld. Dus het maakt sowieso niet uit. Maar oké, ik ben even mijn verhaal kwijt. Ik ben weer met Jelle Geers. Hoe gaat het vandaag bij jongen? Nou, goed. Ik heb zin in morgen. Je hebt zin in morgen. Waarom? Morgen gaan wij wat leuks doen. Dat loop je al de hele week. Dat wil je al de hele week, zeg maar. Ja, godsamme. En, gaan we morgen wat leuks doen? Ik was heel zenuwachtig voor jou. De meest voor de hand liggende oplossing is misschien niet de beste. Dat zegt niks over gaan wij morgen wat leuks doen? Het is niet aan te raden. Ja, dit boekje klopt sowieso niet. Kutzooi. Ben je bijgelovig? Nee, niet echt. Oké. Is het leuk om met Jelle te chillen? Sowieso niet. Dat echt. Ja, ja.
Was jij beledigd met Gio vaak? Oh joh, dit boekje is echt leuk. Ik ging gisteren ook... Is het leuk om met Gio te chillen? Weet je... Wacht, ga eens weg. Wacht nog even met je besluit. Luister, ik sta gisteren te koken. Ja. Ja, en Bo komt naar me toe, want die zat jouw video te kijken. Ja. Jelle, je meet favoriete vriend. Dus ik loop naar de kop tv en ik denk... Even een flashback naar dit moment, jongens. Een van mijn minst favoriete vrienden gaat straks uit de lift lopen. Wat is het? Gast, ik omschrijf je altijd als mijn beste vriend. Ah, wat schattig. Tot nu dan. Ah, dat vind ik wel lief. Hey, snelle vliet. Weet je nog? Ja. Wat was het ook weer? Snel of niet? Een vluggetje met jaden. Heb je wel eens een vluggetje met jaden gehad? Misschien. Oh, ik had mijn boos, dan staat wel kiet. Lekker man. Staat dat er? Hoe dan ook. Wij zijn binnen en we zijn er en hij gaat eruit. Wil jij naar buiten rijden? Durf je dat? Waarom niet? Oké, ga maar. Je weet dat die dus achteruit moet, hè? Ja, en dan die deur dicht doen tegen mij. Ja, Jelle, eerst kabel, zie je eruit? Oh, zo. Hey, hij is scherp gewoon, joh. Mijn sleutels liggen hierop. Ja, kijk eens, hij is echt scherp. Hij staat hier aan de druppellader, zodat de accu niet omgaat. Zo, die halen we eruit. Ja, ik denk. Mag jij hem starten? Voor de zekerheid. Komt u maar. Dat is waar. Ja, ik hoor hem opstarten. En dan nu, het geluid als het goed is. Als hij weet hoe het moet. Nou, dit duurt heel lang. Heel lang? Ja, ik... Wat? Wat doe je nou? Ik doe het, ik zweer het. Voet op de rem. Zit ik. Voet op de rem. Zit ik. Haal hem eens af. Nog een keer op. En nu, start. Nu heb ik hem net gemist. Oh. Het lukte hem ook gewoon niet. Maakt niet uit. Hij komt eruit. Heel voorzichtig, heel voorzichtig. Netjes. Kom maar verder, kom maar verder. Het is dus gelukt. Het is 20 minuutjes naar de stad. Mooi, mooi, mooi. Ga ik hem eindelijk een keer naar Rotterdam halen, hoor. Dat heeft even geduurd. Een maandje. Even kijken of hij hem over de brug durft te rijden. Het scheelt ook zo weinig, hè. Die brug is echt net snel genoeg. Kom maar. Ik kan gewoon niet zachtjes rijden met dit ding. Oeh. Oh, hij raakte de voorkant. Leuk hè, Ferrari in Nederland. Stilstaan. God, zie mij. Stilstaan. Maar dit is ook wel de domste tijd op de rij van de dag. Ja. Hey, je hebt er nu helemaal niks aan. Helemaal niks. Dan nog beter op de fiets. Ik denk dat je bijna sneller was geweest. Ja, oprecht. Ja, toch? Wij rijden de straat bijna in. We zijn er bijna, jongens en meiden. Nu gaan we het dus testen. Oh, zo. We hebben een zebrapad. Ik dacht dat iemand over ging steken. Oké, we rijden hier de straat in. Gewoon te lekker nu ook hier. Dat hoor je altijd een stuk minder op camera dan in het echt. Dat is wel echt een wereld van verschil. Maar we zijn er. Nu moet ik eens even een berichtje gaan sturen dat ze de poort open gaan doen. En dan, als het goed is, moet het lukken. Maar ik moet hem er echt recht voor gaan zetten. Het gaat heel spannend worden. Ja. Hij is rood. Oh jee. Hier. Hij geeft nu rood. Hij moet zo open gaan. Oh jee. Dadelijk zijn we hier voor niks naartoe gereden. Ja, maar hier... Oh. Hallo? Ja, en nu? Dan gaan we hier... Kun je vragen of jij dat eten naar beneden brengt? Ja, dat toyboy. Oké, misschien moeten we even nog een extra rondje doen anders. En anders moeten we helemaal terug naar de krib gaan. Nou, dat ga ik echt niet doen, ouwe. Dat ga ik echt niet doen. Dan gaan we de andere auto ophalen. Nee, dit moet lukken. Ik heb er nog vertrouwen in, jongens. Dit moet lukken. Gewoon een soort Parijs flashbacks dit gewoon. Dat we weer de parkeergarage hier komen. Zo, inderdaad zeg. Het ziet er ook wel lullig uit dat je nu zo met deze auto hiervoor staat. Ja. Omdat je dan niet naar binnen komt. Maar zijn we er in het tijdsbestek wat je hebt aangegeven? Ja. Zo. We zijn even een rondje gereden, want blijkbaar blokkeerde ik voor een aantal mensen de poort. Het is een spitsuurtje. Maar we gaan voor poging 2. Kom op! Het gaat lukken, het gaat lukken. Oké, daar gaan we. Poging 2. De middelste. En zoals de rechter in de gaten houden. Oh. Oh, Gio, het is de andere. Dit is die, jongens. Het is ziek smal, maar we zijn er! Oh! Oh, oh, oh! Oh, yo! Hé, dat gaat er wel lachen. Oh, dat is hij. Nee, die ging
ging letterlijk een alarm. Er gaat een alarm gelijk van het geluid. Er ging een alarm van een scooter, bro. Oh, wacht, ik ga kijken zo. Ja, maar dit moeten we wel halen. Ja, deze wel, maar die. Oh. Oh, dat geluid. Oh. We zijn binnen. Ja, ja. Hij staat er. Zo, dit is wel dik hoor zo. Lijp. Oh. Lekker. In de garage. Oh, oh. Kijken met filmen hier in de garage qua privacy redenen met mensen en in andere auto's, dus vandaar dat ik niet echt helemaal vol op alles kan filmen. Maar we zijn binnen, het is gelukt. Ik ga hem nu op mijn plek zetten. Yes, yes, hij staat. Woehoe! Veel te vaak over gehad, maar hey, het is gelukt. Ja, het is, maar hij is ook gewoon echt dik in de garage. Ja, het geluid ook, hè? Niet normaal, er gaat gewoon een alarm af. Ja. Ja, echt jammer dat ik niet echt vrijheid kan filmen, jongens, maar dat heeft allemaal met privacy redenen te maken, natuurlijk, ik snap het wel. Maar zie. Anders had jij je ook echt lopen spelen. Dan had ik hem echt vol doorgetrokken hier en alles, ja. Hey! Hey! Zo, snap je eindelijk mijn leven een keer? Zeg dan. Ja, ik ga terug met openbaar vervoer rijden. Ja, haat je auto rijden? Ja, maar vooral hier, vooral in deze... Hoezo dan? Door wat? Door wat? Door de spits. Ja! Oh, ik heb altijd tegen Alex gezegd, bro, ik ga niet in de spits rijden, ik kom je nu niet ophalen, want het is verschrikkelijk, ik kom niet. Dan zit ik altijd te janken en hij stuurt me altijd berichten van, hey, je moet niet zo janken, je zit toch lekker in de auto, bla bla bla. Hoe hij net binnenkomt hier, met zijn weet ik van wat. Nou, dat zou ik nooit zeggen. Dat kan je toch niet aan laten? Nee, dat piepen, weet je wel? Oh, ja, snap je nu hoe vervelend de spits is? Ja, zeer vervelend. Dus hoe lang heb je erover gedaan? Ja, anderhalf uur. Ik was maar in Antwerpen geweest. Echt? Ja, ja, je had in Antwerpen kunnen zijn, ja. Ja. Ik zei het, jongens, spits is verschrikkelijk. Ziet gewoon, je ziet Oké, maar snap je mij nu? Snap je mijn struggle? Ja, sowieso. Ik snap het sowieso wel. Hé, hey, heb je nieuws, hè? Dit is gewoon, Nee. Ja, kijk. Beter? Wat? Sorry. Beter? Oh, ik dacht dat beter. Ja, is goed. Ja? Ja. Zoen dan. Het is uit. Klassisch. Ik heb een nieuwe vriend. Nice, succes. Nee, ja, hij is wel leuk. Dat heb ik wel nodig, ja. Hij is wel leuk. Ja, ik zeg hij is wel leuk. Oh. Amsterdamse muziek. Is Ricardo er ook zeker? Oh, nee. Oh. Nee, flikker op met je Amsterdamse muziek. Dan heb je een lekker nummer op. Oh. Ik heb dus een superleuk idee bedacht. We gaan een soort van weekend wie het beste doen. Het is zo, we gaan twee mensen hier zetten en één iemand stelt vragen. Dus eigenlijk moet je zoveel mogelijk goed hebben, want dan kan je gewoon eruit. Je hoofd in het water. Ja, je mag ook iets anders in het water doen. Ik weet niet. Dus je hebt één keer uit. Moet je wel een grote bak hebben, denk ik. Kijk. Jullie gaan erachter staan. Twee mensen. Twee mensen. Ja, ik ben wel aardig geweest. En degene, als je het fout hebt, dan mag je zeg maar je hoofd zo erin duwen. Okay. Maar stel je voor, ik heb het goed, dan ga jij hier zitten en dan stel ik de vraag. Oké, is goed. Alles. Gio stelt gewoon ik nu je eerste vraag. Ik ga nu een vraag stellen. Oké, dan moet ik snel antwoord geven. Degene die het als... Die het zo slaat. Zeg maar, degene die het als eerste goed heeft, die hoeft er niet in. En degene die als laatste die het niet heeft, die... Maar moet je door elkaar roepen of moet je... Nee, eerst slaan. Oké. Okay. Nee, je moet gewoon roepen. Nee, eerst even zo van ik ben eerder. Okay. Dan... Nee, je moet gewoon roepen toch? Ja, je moet roepen. Oké, okay. Okay, okay, hoofd erboven. Wanneer ben ik jarig? 21 september. Moet ik er nog een goede antwoord geven? Ja. 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 23. Nee, lang luiden. Ik ben echt de hele dag nat. Boy. Dit was, zeg maar, zo doe je het dus niet. Oké. Okay. Dat is ook in de neus van nog. Oké. Okay. Maar volgens mij hoefde dit niet. Dat was 24 september. Ja. Ja. Kut, ik ben erin. Ja, ik zei het. Oh! Ja, en mag jij nu? Jij hebt een nieuwe duwen. Ze nog steeds toch? Ja, ze hebben beide fout. Bro, dit is toch niet normaal? Nee, ik ben helemaal doorgegaan. Gio, je moet gewoon... Opgaan. Ja. Ik snap het. Hoe is
hier iets wel boven. Hoe gek dit? Hij is gewoon uit. Hij is gewoon uit. Wat moet jij hier zitten, jongen? Echt. Okay. Je moet gewoon eventjes een klein beetje zo tik. Gewoon erin. Ja, nou, kleding hebt. Mijn sokken zijn zelfs nat. Begin eens houtje. Ja, jongen, sorry. Oké, okay, volgende vraag. De vraag is, wat waren de eerste namen van Jesus? Isha en Ivy. Kut, sorry. Nu mag je mijn wel zien zitten. Ja, nu moet je zo. Ik ben zo een begrip hiervoor. Ja, die moet ik nog gaan doen. Kijk uit voor mijn nek ook alsjeblieft. Doe even een vraag. Hoe heet mijn oudere broer? Zeg het maar. Dario! Dat is je broer. Oh, oké, okay, jongen, dit is wel echt. Ja, dit is. Ik hoor niet door dit bak heen. Ja. Ik hoorde dat die trilling. Oké, okay, ik wissel. Ik ga maar zitten. Maar, wat was het tegen? Ja, tegen mij tot overmorgen. Tegen wat was het? Nee, tegen je voorhoofd? Nee. Ik was tegen voorhoofd. Vraag voorbij, mag ik wat zeggen? Nee, ik pas. Oké, laten we wel even aardig doen. Kunnen we anders doen alsof je duwt, maar gewoon dat diegene zelf. Ja, ja dan had je dat niet echt willen kunnen zeggen, bro. Hey. Ga je nog een ronde? Ja, let's go. Maar ik heb wel nog. Gio, mag ik nog even één keer omduwen? Nee. Nee, misschien straks. Oké. Zo. Wanneer ben ik jarig? Fuck. Voor mij geen datum genomen. Nee, jij wel. Kut, sorry. Kut, jij was laat jarig. Ja, als je allebei niet weet, moet je dan de volgende vraag tot ik je. Nee, ja, je moet gewoon niet zeggen. Dan ben je al wel twee KO gewoon, dan wordt het met z'n tweeën. Ja, dan wordt het met z'n tweeën onderdompelen. Maar moet het echt een exacte datum zijn? Ja, ja. Ja, wat anders. Ja, zeg het even. Hé, hey, ik zeg je eerlijk, dompel. En niet weer door de aren. Gooi je datum. Oké. Okay. Die de hand op het hoofd en laat hem zelf erin doen. Zachtjes, hè? 20 april. Nee. 13 maart. Nee. Ah, wat was het? 12 april. Ah, kut. Oh, ik zat ernaast. Ja, ik zat zo. Ja, maar. Goh. Wat is mijn tweede naam? Ramon. Klopt. Ja, toch? Kut. Je ziet het. Hey, doe dan. Alex. Popcorn. Nee, is de Mattie challenge. Zelf vraag. Okay, ja, dan zal ik anders. Ga jij maar even zitten, inderdaad. Oh. Zacht gezien, jongens. Oké, ja, waarom doe ik. Wat hebben we nog, jongens? Wat was mijn allereerste auto? Een Range Rover Evo. Hey, waarom loopt deze bak zo over? Ja. Oh. Maar hey, oké, jij mag wisselen. Ga ik maar wisselen. Ja. Gaan we nu nog een keer? Ja. Het is geen ga jij eens? Ja, nee, ik ben er net geweest. Ik kom er net vandaan. Ja, bro, ik ben helemaal nat, ouwe. Dit is echt spannend gewoon, dat ik hier zit te wachten. Ja. Wat zijn mijn doopnamen? Die weet ik ook niet, man. Dus jij hebt me echt moeilijk. Ja, voor mij heb jij een hele waslijst. Oh, wacht. Nee? Deze moeten jullie allebei weten. Zelfs ik weet het. Bro, oude namen en jij, deze geen combinatie. Doe even ander, doe even ander. Nee. Nee. Ga jij zeggen. Ik kan dus Hendrix. Hendrik. Rick. Rick, Hendrik. Nee. Dat is geen gelijk. Kom maar eerst. Zijn er twee? Ja. Ik weet er ook eentje. Ja. Wacht hem even. Cornelis? Dat was ik niet, bro. Hoezo zeg je mijn naam en zijn doopnaam? Jongens, Hendrik was goed. Toch, Hendrik? Het is Hendrik Jacob. Ah, kut. Mag ik de volgende heel lang en als jongens. Ja, alleen nog Rick tegen. Laatste vraag. Ja, ik moet niet de vragen die Rick te goed weet. Ik weet het echt al leuk. De beste nog winnen. Zeg maar, Ali. Oké, wat was de naam van mijn vader? Oh, Stani! Kut! Stani! Ja. Het zit echt overal weer. Echt in mijn neus. Ik ben echt klaar, ouwe. Dom boys. Jongens. Hey boys, nu kunnen we chillen. Oké, ik heb gewonnen, man. Ja, je hebt gewonnen. Oké, maar. Ik zal die bakken op Alex heen. Oh ja, ik ga even handdoeken pakken. Jij bent echt ondergedompeld in water. Zo, sommige mannen zijn nog steeds nat. Hè?
Sommige vrouwen ook. Maar we gaan er even door. Hé? Hey, Jade, tot ziens. Kom, boys. We gaan. Bye. Thanks voor alles morgen. Ja, wij gaan naar Krimpen. Succes. Ja, die 10 kilo gaan we tanken. Ja, dat is goed. Meenemen. Ja, ik neem PlayStation mee, ja. Die doei. Doei. Die doei. Hey, later boys. Yo, yo. Dag. Waarom ga je niet? Ik blijf bij jou, mijn liefde. Waarom? Vind ik leuk. Maar ik niet. Grote mond bij Haatje. Yo, grote mond, kleine pik. Kusje? Hij heeft gelijk. Wat, grote mond, kleine pik? Heeft hij daar gelijk in? Zo, en dat was een beetje de dag voor vandaag, jongens en meiden. Wij gaan lekker slapen, want de lichten gaan hier straks lekker uit. Jade is haar tanden aan het poetsen en ik ga lekker ook in bed liggen en allemaal mijn kleding uittrekken. Dus, ik hoop dat jullie deze vlog leuk vonden, jongens en meiden. Ik wil jullie dus heel erg bedanken voor het kijken. Morgen om 6:30 komt er uiteraard weer een nieuwe vlog online. En ik hoop jullie allemaal er weer te zien. Ik heb een hele leuke avond gehad met mijn vrienden. Dus dat was hartstikke gezellig. En dan zeg ik nu bedankt voor het kijken. Tot morgen! En la!